Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag wil ik samen met jullie proberen om een luiertaart te maken. Ik heb hier een heleboel luiers liggen. Onze dochter past ze niet meer. Dus ik ga proberen om een luiertaart ervan te maken en dat dan cadeau te doen aan iemand die het nog wel goed kan gebruiken. Die pas bevallen is. Ik begin met het oprollen van één luier. Gewoon zo, als een rolletje. En dan ga ik er nog één omheen doen. En eventjes kijken hoeveel ik er omheen ga krijgen. 3. Ik zal hem iets meer omlaag doen, zodat jullie kunnen zien wat ik doe. 4. 5. 6. Nou, ik denk dat het zo wel even de max is. Dan heb ik hier een aantal elastiekjes. En die doe ik er dan eentje omheen, zodat die opgerold blijft. En dan moet ik eigenlijk nu nog wat van die rolletjes gaan maken. Maar aangezien ik niet heel veel elastiekjes heb, ben ik van plan om gewoon een paar van dat soort rollen te maken. Dus dit is dan weer 2. En 3. Ja, ik denk dat ik ze dan nu per 3 ga doen. Dus dit is dan 3. Zo. Nog wat luiers. Eén. Twee. Drie. Op de achtergrond hoor je Nina. Die ligt hier achter mij in de box. Nou, ik ga nog een paar van deze rollen maken met 3 luiers en dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Nou, ik heb ze nu allemaal af en ik heb ze om de kern heen gedaan. Dit is dus de kern die ik als eerste maakte met een aantal luiers en dan steeds rolletjes met 3 luiers eromheen. Van boven lijkt het nu een beetje op een bloem. En ik ga even kijken hoe ik dit ga aanpakken. Ik denk dat ik even een touw eromheen ga doen. Strak eromheen ga knopen. Zodat het bij elkaar blijft. Zo. En dan zo. Oeh! Oké. Okay. Daar brak mijn touw. Ook dat kan gebeuren. Nou, nu is die niet lang genoeg meer. Oeps. Ik trok er denk ik iets te hard aan. Nou is die weer niet strak genoeg. Nou ja, het blijft in ieder geval even bij elkaar zitten. Het kon strakker. Oké, ik ben even verder gegaan zonder te filmen. Maar ik zal even vertellen wat ik verder gedaan heb.
Ik heb nog de overgebleven luiers opgerold en er gewoon tussen gestopt. Daarna heb ik er een lint omheen gedaan om het elastiek en touw allemaal weg te werken. Vervolgens heb ik een stuk karton ingepakt in cadeaupapier als bodem. En de cadeautjes op een mooie plek neergezet. En afgewerkt met een stukje zilverfolie, een stukje folie eroverheen. De cadeautjes die ik erbij heb gedaan zijn body lotion, haarlotion, een wasgel, een dingetje om een hand- of voetafdrukje te maken en een handfoam, zodat je onderweg je handen kan wassen. Dat kan ook best wel eens een keer handig zijn. En zoals je kan zien zijn de lotion en shampoos allemaal van de Kruidvat. Het handafdrukjesding is van de Action. De foam is van de Action. Het cadeaupapier en de folie is van de Action. En de luiers zijn van Kruidvat maatje nummer 2 die ik dus nog over had. En ik hoop dat degene aan wie we dit gaan geven er heel erg blij mee is. Ik zou er persoonlijk heel blij mee zijn als ik dit zou krijgen. Het zijn allemaal bruikbare spulletjes. Dus, nou, dit was een korte, maar... dit was dus een korte video. Over een luiertaart. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. En tot de volgende keer weer. Dag!